is mijn zeer niet op de straten met de velo en al. Er staan overal bordjes. Maar ja, het is de beste banen. En ook de veiligste baan omdat wij splitten. En me stupid tourist, no speak English. Oké, ik ben dus tegen geweest door de politie. En hij is me aan het begeleiden tot aan de volgende exit. Het is dus gelukt voor een domme toerist te spelen. Daar, vlak voor je, dat uiltje. Ah, kijk, het gaat juist in zo'n holletje kruipen. Zie je het weggaan? Ja. Dat is de burrowing owl. En die maakt gebruik van gaten of holletjes dat andere dieren gegraven zijn voor hem in te verdunnen. Er zijn hier ook tarantulas die ook in holletjes leven. En grondeekhoorns. Ze zeggen, ze gewoon de grens over zonder je een paspoort te doen. Kan ik gewoon, kwam ik aan het zoeken wat ik moest zien en kwam ik al ben. Ik heb moeten weer een keer voor mijn paspoort, voor mijn stempels en al. Nice, hé. Hoho. We zijn wel ver zonder water, dus kan je er moeten wat vinden. In de woestijn. Ik wist dat dat winkeltje daar ging zien, hè. Er zit meer research achter dan dat je zou pijzen. Voor achter die berg hier te zijn. Het spijt dat dat hier wel veilig is voor te kamperen. Ze kunnen me niet zien, ze kunnen me vier niet zien. Kijk, hij houdt ze voor kidnap te werken, kijk. Oh ja. Anders ziet dat die gasten niet zo 10 kilometer in de juiste richting brengen. Zo. Ik had toch heel niet gefietst. Oh, zo jammer zijn. Als ze me kidnappen en ze brengen me in de verkeerde richting, is het nog jammer natuurlijk. Ik kan je verzeren wel niet echt, maar hang maar tang. Ik denk dat ik hier op de grond ga slapen, gewoon op mijn matje. Maar het gaat niet meer regenen. Wat ik hier wel echt achter verlangt. Voor is dat gewoon op de grond te kunnen slapen. Dat is echt geen werk. Het zijn al stenen en droge, dus het is clean. En die wolken gaan normaal gezien wegtrekken en toen ga ik bergen sterren zien. Hier gekampeerd. De berg is makkelijk voor hier vuurtjes te maken, dus ik heb direct een koffietje gemaakt. En vanavond zitten we aan het strand. En blijkbaar kun je grote kampjes vangen. Dus ik ga dat ook proberen. Zie je die berg daar? Die boven de wolken komt. Ik weet niet of de links of de rechts is. Maar jij van die berg noemt Pikachu. Of ik zie dat het trekt als is, maar ik heb hem tot als Pikachu. Hij is 3600 meter hoog. Maar ik ga daar nu naartoe gaan. Het is verzeker een teefje. Wat is achtervolgen mij? Met in the middle of nowhere zitten. Maar ja, ik wilde naar een plekje gaan aan het strand, waar dat die berg komt daar uit in de zee. En ik weet dat er een rat van gezien dat ik dat goed ga kunnen vissen. Maar ik ben al zo met die band aan het trainen, dat ik eigenlijk al heel mijn race ei. Veel te dun dus. Verlang voor de die op te leggen. Hoehoe. Maar ja, nu moet ik het even mijn tand binden en soms van die kutbandjes zien, maar het gaat echt een berg naar het strand zijn. Ik heb nog een neure zin licht, dus ik ga me jassen. Ik heb bijna veel moeten doen door al dat muil zand. En voor een of andere reden staan 11 van de gebouwen in Mexico leeg. Of zou je zeggen dat ze er allemaal naar de Verenigde Staten gaan? Moet ik een dakluizen zien, kom als eens naar hier. Ga ik hier een dag kamperen zijn. Oh, merde, ik heb mijn zweet in mijn fucking fuck. Ik ben aan de zee. Ik kan er nog niet eens aan wokken. Ja, redelijk, ik kan niet zeggen aan een nice plek voor te kamperen. Ik kan in mijn hangmat kunnen slapen. Tja, ik ben niet klaar zeer. Oh, moet ik in die Zie je die karretjes daarin? Dat is het leger. En ze hebben hier water gemaakt. En ze vroegen, kun je Spaans? Ik zeg, een beetje. Oké. En toen is ze 15 minuten op de uitkijk gestaan. En waren ze weg. Maar kijk, ze zijn hier like, zwaar aanwezig in dat plekje hier en op de zee. Het is wel nice, want ik ben al 2 keer wakker gemaakt geweest in Laos door mensen met een Kalashnikov, maar nog nooit door iemand met een M16. Dus het is de eerste keer dat er iemand met een M16 in mijn water maakt. Ik vind dat wel nice. Ik heb wel veel meer jachtwapens gehad en zo, maar een M16 was de eerste keer. Niet meer zee?
Ik had aan het zwemmen, ja, die gasten hier zijn, zou veilig zijn zeker. Tegen dat ik verdronken ben, zou een lange weer zijn. Want wint dan een hond. Ja, ik had dat ik doen, wijf. Ik heb ook geen lusten met de fietsen. Wauw. We dringend leren. Ik maakte alles aan die fout in Azië ook. Bestaand wat en toen vraag ik pas hoeveel dat kost. En toen is mij niet een bijen dieren krijman. En toen echt dezelfde truc like in Azië ook. Proberen zo'n muntjes weer te geven die erop trekken, maar die niet de zesde zijn. En dat is een pijzen dat je gaat missen. Voor nog meer helden in de zaak te steken. Wow. Ik zou hier moeten winnen en niet verhalen, ik zou het zesde doen, fuck. Dat is eigenlijk. Een pinte gedronken. Omdat meisjes niet naar binnen riepen. En toen waren hier andere fietsers, en we hier om slapen op de grond. Daar. En er was een muze heel san aan mijn tenen aan het komen. En ik heb hem gevangen met een plastic zak en ik heb hem in die een pot gestoken. Dus ik ga kijken wat hij erna gezet. Oh. Wat is dat? Oh fuck man.